Renault Antwerpen. De auto's van stad. Vandaag ligt het pittoreske Loenhout er nog redelijk verlaten en rustig bij. Maar elk jaar in september vindt hier het jaarlijkse bloemencorso plaats. Meer dan 20.000 bezoekers overrompelen dan Loenhout om te komen kijken naar het bloemenspectakel. Een internationale erkenning vinden ze in Loenhout zeker op zijn plaats. De erkenning voor de bloemencorso is vooral een bescherming naar de toekomst toe. Er wordt vooral nagedacht hoe kunnen we de traditie verzekeren voor de volgende jaren. Bloemen- en fruitcorso's zijn een typisch Nederlands-Vlaamse traditie. Nergens ter wereld is er zo'n grote concentratie van corso's als in de Lage Landen. In Nederland zijn er zo'n 20, in Vlaanderen 5, waarvan 2 in onze regio. In Vlaanderen zijn er in totaal 5. We hebben dan Loenhout, Dendermonde, Blankenbergen, de kleine corso in Wommelgem en Ternat. Dat zijn de Vlaamse. En voor de UNESCO-lijst was het belangrijk dat het internationaal zou gaan, omdat dat meer kans maakt op slagen. De bloemencorso is gegroeid. We zijn volwassen geworden, zoals we dat allemaal zo willen zien. En we maken eigenlijk gewoon thema's uit het leven gegrepen. Zondag 8 september verwelkomt Loenhout het nu al 62e bloemencorso.